Ja, ik ben Anne Verjans, opleidingsverantwoordelijke voor de vervolgopleidingen binnen het programma Management, dus alle Barnabas en postgraduate management. Ja, we stellen inderdaad vast dat jaar na jaar de vraag naar extra opleidingen, levenslang leren, enorm groeit. We trachten daar inderdaad op in te zetten op basis van diverse opleidingen. We hebben de BANABA-opleidingen, we hebben de pasgraduaat-opleidingen en we hebben ook nog navormingsaanbod. Wat zien we binnen de BANABA-opleidingen? Daar gaan vooral studenten, bachelorstudenten, die nog na hun bachelordiploma zich verder willen verdiepen of verbreden voor kiezen. BANABA Fiscaliteit bijvoorbeeld gaan ze eerder verdiepend werken. Bij BANABA Advanced Business Management gaan we eerder verbredend werken. Daar hebben we 10 verschillende keuzemogelijkheden waar studenten kunnen kiezen. En we trachten in die keuzemogelijkheden zo veel als mogelijk op de trends die er in het werkveld leven in te spelen. Zo hebben we een paar jaar geleden Design Thinking, Data en Analytics ingevoerd. Vanaf volgend academiejaar gaan we ook inzetten op circulaire economie. Omdat we voelen dat ook de vraag van het werkveld daar heel sterk rond geconcentreerd zit. En zoals we allemaal weten, moeten we met ons productie- en consumptiemodel een andere richting uitgaan, meer duurzamer beginnen werken en vandaar dat we die keuze gemaakt hebben. Dat is interessant, want bij BANABA gaan ze inderdaad vooral kiezen om dat als vervolg te doen op hun bacheloropleiding. En dat gaat dan meestal over dagonderwijs gaan. Alhoewel we meer en meer vragen hebben van mensen die dat willen combineren met werken. Werken en studeren kan ook. Het traject wordt dan ietsje langer. Ja, het is een mooie, want we werken heel intens samen met het werkveld. Alles gebeurt eigenlijk in co-creatie. Dus vanuit het werkveld krijgen we vaak de vraag naar onderzoeksvragen die we moeten oplossen, waar we dan in samenspraak met studenten en coaching met seniors oplossingen aanbieden. Studenten worden geplaatst als junior consultants in het werkveld en worden begeleid en gecoacht door senior consultants en experten in hun domein. Dus zo krijgen we eigenlijk een heel mooi cirkel die we rond kunnen maken en waarbij alle thema's die in het werkveld van belang zijn, kunnen oppakken. Dus gaande van data, waar nu veel vraag naar is, als circulaire, waar ook in de toekomst veel vraag naar is, die profielen kunnen we afleveren en in samenspraak met het werkveld kunnen we die kennis die we daar opdoen, brengen we weer terug in ons curriculum. Dus zo maken we de cirkel rond. De meerwaarde van UCLL is enerzijds dat we meer studenten aantrekken. We hebben een forse stijging gekend de afgelopen jaren. Een ander voordeel denk ik toch wel is dat we UCLL hiermee op de kaart zetten. Dus we hebben een heel groot community netwerk stakeholders uitgebouwd. Waarbij dat we enerzijds zoals gezegd alumni betrekken, maar ook gastdocenten betrekken, experten betrekken uit het werkveld. En op die manier denk ik dat we ook UCLL in verschillende domeinen op de kaart zetten. Levenslang leren is voor mij een manier om blijven uitdagingen aan te gaan, een manier om geconnecteerd te zijn met het werkveld en met andere mensen en een manier om constant creatief bezig te blijven.